De eerste prijs in deze categorie is toegekend aan de vissen van de leden van het Handwerkcafé Pluspunt uit Zwifterband. We hebben een kamerscherm gemaakt met de bedoeling dat de vissen allemaal op de wand komen. Alle vissen, allemaal verschillend van kleur, maat en ze zijn allemaal toch één. En we wonen allemaal hier in Dronten en dan is het moeilijk om met elkaar in contact te komen misschien, maar de een zwemt naar links en de ander naar rechts. Vallende en opvallende vissen, verschillend van vorm, verschillend van kleur, zwart, wit, alles ertussenin. Groot en klein, regenboogvissen die onze veelkleurigheid en veelzijdigheid symboliseren. Iedereen hoort erbij. Waarom vissen? Wij voelen ons in Dronten als een vis in het water. Dat is het thema. We hebben gehaakt en gebreid en met stof versieren. Ieder op zijn eigen manier. En we hebben daar met z'n allen een paar weken over gedaan. En de kamerscherm is het geworden. En ze hangen allemaal en ze bewegen allemaal als het goed is, als het een beetje waait. Wat vond u van het idee van de gemeente om dit op deze manier te doen? Ja, wel leuk. Het was alleen een beetje late tijd. Want wij wisten niet eerder dan in de vakantie. En dan tot de vakantie tot nu toe, dat is een week of acht. En dat is best veel weinig om er iets heel leuks van te maken. Had u verwacht te winnen? Nou, het was wel heel erg leuk gewonnen, vond iedereen. Dus we dachten, nou, als het een beetje is, dan zitten we wel in de prijzen. Gehoopt, hè? Dus je bent niet eens verrast eigenlijk? Ja, dat wel. En de dames ook. De meeste vissen zwemmen met de stroom mee. Maar een enkeling zwemt tegen de stroom in. En dat houdt de massa alert. Het werk ademt de gastvrijheid van de gemeente Dronten en daarom een terechte winnaar. Van harte gefeliciteerd met jullie eerste prijs. We zijn allemaal mensen, allemaal verschillend. Van zwart tot wit en alle kleuren van de regenboog. En we doen allemaal mee. En ik denk dat dat goed uitkomt. Vissen zijn mensen. Mensen zijn vissen.